Ja, ze zijn allemaal nu op de foto met een kampioen. Ja. Ja, bizar. Een kampioen van Nederland. Niet normaal. Ja. Bizarre wedstrijd. Ik weet niet. Ik heb er niet zo heel veel woorden voor. Okay. Het is zo'n raar gevoel. 10 minuten voor tijd leek het helemaal nergens op. We speelden dramatisch slecht. Eigenlijk hebben we helemaal niet op het juiste moment gepiekt. De laatste twee wedstrijden hebben we helemaal niet goed gespeeld. Maar we halen hem toch binnen. Ja, het is zo mooi. Zo zie je maar, het luistert allemaal heel nauw. Maar ja, we pakken hem. Het is zo gaaf. Met wat voor gevoel begonnen jullie vandaag aan die wedstrijd? Wat zeg je? Met wat voor gevoel begonnen jullie aan die wedstrijd vandaag? We wilden gewoon erop knallen. We wisten niet zo goed wie er wel en niet mee zouden spelen. Maar we wilden gewoon erop tetten en gewoon druk zetten. Ging helemaal niet. Alle credits voor Oranje Zwart. Speelde goed. Ja, en ook van A naar B. Gewoon inpassen, bal houden en terugspelen. Lukte allemaal niet. En in de rust hebben we elkaar aangekeken. Hebben we gezegd, gasten, zo gaat het niet worden. Vervolgens doen we een domme wissel. Waardoor die 2-1 tegenvalt. Gelukkig maken we die corner 2-2. Toen dacht ik, nou oké, nu hebben we kansen. Ze hebben namelijk een dunne selectie. Dus we wisten dat we aan het einde meer over zouden hebben. En uiteindelijk een super gave goal. Wat een mooie goal van Bas. Super voorzet van Timo. En ja, we zijn gewoon kampioen. Ja. Waren jullie er ook al een beetje aan toe, kampioen worden? Hoe bedoel je? Na al die jaren en net tegenaan. Het nu dan pakken. Waren jullie daar aan toe als team? Nou ja, je moet hem wel verdienen. En vorig jaar verdiende hem niet. Toen verdiende Amsterdam hem. En dit jaar verdienen wij hem. Als je hem wint, verdien je hem. Heel simpel. Dus waren we eraan toe? Je moet hem eerst verdienen en het is gelukt. Dus in dat opzicht, ja, waren we eraan toe. Je bent een gezegend mens als je kampioen wordt. En gelukkig zijn we dat nu met deze mooie groep. Ja. En vanmorgen weer open tot de orde van de dag. Concentreer op Oranje. Ik ga eerst even genieten en dat zien we dan alweer. Okay. Veel plezier.